De winkeliersvereniging van het Citycentrum in Veldhoven heeft maandagmiddag een gedenkruimte ingericht voor de afgelopen vrijdag omgekomen uitbaters van de brasserie Ludiek. Frank en Anita Zondag en hun 15-jarige dochter Nikki kwamen tijdens een noodlottig ongeval in Zeeland om het leven. De oudste dochter Manu overleefde het dramatische ongeval wel. Zij verblijft met een gebroken oogkas, gebroken pols en flink wat schaafwonden in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Brasserie Ludiek is maandag rond het middaguur weer opengegaan voor het publiek. Veel vaste klanten kwamen langs om hun medeleven te betuigen. De herdenkingsruimte blijft tot vrijdagochtend geopend voor het publiek. Vrijdagochtend is er een afscheidsdienst in het Evaluon, waarna de slachtoffers in besloten kring gecremeerd zullen worden. Lees dinsdag meer in het ED.